Lieve YouTubers, ik maak weer even een filmpje voor jullie. Nu wil ik het hebben over mijn darmontstekingsziekte. Ik heb colitis ulcerosa en er bestaat Crohn als darmontstekingsziektes. Maar ik heb colitis ulcerosa. Dat kenmerkt bij mij, ik ben er in aanraking mee gekomen door veel dat ik stress heb gehad in het verleden. En ik was 32 jaar oud toen het bij mij werd vastgesteld dat ik colitis ulcerosa had. Ik was op dat moment schijnbaar weer toch getrouwd met een foute man van mij. Die heeft erg veel stressinvloed op me gehad. En ja, dat is gewoon voor de darmproblemen eigenlijk helemaal niet goed. Je moet eigenlijk nooit stress hebben met je darmproblemen of met sowieso... In het leven is stress nooit goed voor een mens eigenlijk. Maar in mijn geval is het dus door de stress opgelopen dat ik dus deze darmziekte kreeg. Nou, toen hebben ze met 32 jaar zijn ze dus gaan onderzoekjes bij mij doen. Nou, dat zijn helemaal geen leuke onderzoekjes die je dan moet doen. Je moet dan op een bank komen te liggen. En dan ben je dus aan de onderkant wat ontbloot, omdat je dus je broek wat moet laten zakken. En daarna maakt de dokter, die gaat dan een colonscopie, ook weer zo'n moeilijk woord. Het houdt in dat er dan een onderzoek wordt gedaan in de gehele dikke darm, in je dunne darm en in je endeldarm. En dat doet hij dus door middel van, zeg maar, een soort staafding, noem ik het, wat aan een slang vastzit. En daar zit een cameraatje in. En dan gaat hij dus stukje voor stukje, gaat hij eerst met dat stukje van de camera voorzichtig naar binnen. En dan duwt hij iedere keer stukje voor stukje naar boven de slang de darm in. Nou, dat is verschrikkelijk pijnlijk, dus dat moet je zo ook nooit ondergaan. Meestal geeft daarvoor altijd de assistente van de dokter je een roesje. En dan voel je in het begin wel dat ze met je bezig zijn, maar halverwege ben je in slaap gelukkig gesukkeld en voel je van de rest van het onderzoek bijna niks meer. Nou, dat is dus bij mij helemaal dus gedaan. Zo zijn ze er dus achter gekomen dat ik dus colitis kreeg of had gekregen, opgelopen. En bij mij zit het, zeg maar, voor aan de endeldarm, want daar kun je het dus ook hebben. Je kunt het in de dikke darm hebben, je kunt het in de dunne darm hebben. En ja, dat zijn eigenlijk de drie darmen waar je het eigenlijk het meeste ontwikkelt. Maar ik heb het dus vrij onderaan zitten. En het gaat dus altijd gepaard met bloedverlies, slijmverlies. Nou, je wordt er helemaal niet lekker van. Je voelt je slap worden, je bent mager met Crohn en... Ik ben gewoon hetzelfde gebleven met mijn darmontstekingsziekte. Ik ben niet echt erdoor afgevallen, misschien een beetje, maar ook door de stress ben ik vreselijk afgevallen. En doordat ik suikerziekte heb gekregen, maar dat is een volgende keer misschien aan de beurt. Maar verder, ja, ik heb dus eigenlijk best wel dat onderzoek, dus naar onderzoek gehad. Nou, toen kwam er dus na 2 weken uit dat ik dat dus bleek te hebben. Dan gaan ze je dus behandelen met medicijnen. Eerst krijg je, zeg maar, gewoon pillen. Maar als die niet voldoende werken, ik heb dan 6 pillen op een dag momenteel. En ik heb dus, zeg maar, Z-pillen in mijn geval erbij. Dan gaan ze eerst met gewone pillen aan de gang. Daarna krijg je prednisonkuur als het echt niet beter wil worden en je wordt er alleen maar zieker van. Nou moet je ook niet blij mee zijn, want dan word je zo opgezwollen, lijkt je net een Michelin mannetje. Dat is niet leuk. En zie je het er dan nog maar af te krijgen, weer dat hele gewicht. Dus dat is nog best wel heel vervelend. Nou, als we dat, toen ik dat dus hoorde, dat ik dus daar pillen voor kreeg. En dan heb ik nu op het laatst, ben ik al, nou, tientallen jaren al, ben ik hiermee aan het sukkelen. En ja, ik heb eigenlijk al van alles gehad, klisma's en van alles wat je nog op dat gebied kan krijgen eigenlijk. Maar nu zit ik dus aan de Z-pillen, 's avonds, 's morgens eentje. En moet ik 6 pillen op een hele dag slikken. Nou, en dan blijft het bij mij wel vrij rustig. Maar of ik er ooit vanaf kom, nee. Van deze ziekte kom je nooit meer af. Dit blijft chronisch.
Maar ik weet niet of ik ooit nog van mijn zetpillenkuur afkom. Want ja, mijn lichaam, zoals jullie weten, gaat steeds achteruit, achteruit. Dus ik verslap ook regelmatig. En ja, ze moeten dit wel blijven bijhouden. Want we hebben het 14 dagen zonder geprobeerd. En prompt kwam de colitis weer op de kop opsteken. Nou, toen had ik weer bloed- en slijmverlies. Moest ik weer aan de zetpillen van de dokter. Nou, nu blijft het vrij rustig. Dus schijnbaar omdat dit rustig blijft en ik blijf dit zo gebruiken, gaat het goed met me, met de darmen ook. En ja, die middelen die helpen eigenlijk wel. Even kijken of ik alles een beetje heb gehad zo. Oh ja, dat is ook al een paar jaar geleden inmiddels al geweest. Hebben ze bij mij nog twee polypen weggehaald. Polypen zijn ook namelijk holtes met vocht gevuld. En die kunnen ook in de darmen voorkomen. Maar die moeten ze dan weghalen, want ze weten niet of het kwaadaardige polypen zijn of goedaardige polypen. Nou, in mijn geval waren het twee goedaardige. Dus ik heb er niks aan overgehouden, gelukkig verder. Nou, ik denk dat ik jullie zo wel een beetje heb laten weten wat colitis is en hoe je er het beste mee omgaat. Je moet natuurlijk wel uitkijken nog met niet te veel koffie drinken, niet te veel satésaus gebruiken. Ja, dat zijn in mijn geval dus de dingen waar ik mee uit moet kijken. Niet te veel rauw vlees eten op mijn brood, want ik ben gek op filet americain en op ossenworst, maar ja, dat is rauw vlees en dat mag ik dus niet te veel. Nou, ik hoop dat jullie van dit filmpje ook weer hebben genoten. Het is een lang filmpje weer geworden, maar ja, vaak heb je filmpjes met veel inhoud en heb je veel te vertellen over die ziekte. Nou, ik hoop dat jullie hier weer met genoegen naar hebben gekeken. Ik vond het heel erg fijn om het jullie te kunnen uitleggen dat ik dat mankeer en hoe dat een beetje in zijn werking gaat. En ik zou zeggen, tot volgende keer maar weer. Dag, lieve YouTubers, tot volgende keer.